ben alvast aan het inpakken voor de verhuizing. Ik sta hier met Leanne van Gaston Mercier. We zijn nu aan het kijken of het zadel ook goed ligt in beweging. Baby Jai heeft geleerd om op de spoedsplaats te plassen. Als de paarden in de wei staan of zo, dan maakt hij zich wel wat mooier. We zijn onderweg naar België en ik ga hier een clinic geven op een bitloze rijvereniging. Helemaal bitloos. Kijk, ja. Die knappert. Ik heb in België nog altijd niet pitloos kunt dressuur starten. In de nog steeds niet? Nee, nog steeds nou, zeg. Er zitten daar twee konijntjes. Zo. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Jullie horen het misschien maar niet. Nou, ga maar open dan. Ik neem jullie deze dagen weer met mij mee. Kunnen jullie een beetje zien wat ik aan het doen ben. Ik ben alvast aan het inpakken voor de verhuizing. Straks komt Leanne van Gaston Mercier. Die komt de zadels controleren van mijn paarden. Want ik heb nu alweer een jaar mijn Gaston Mercier zadels. Dus gaat kijken of ze allemaal of nog goed ligt. Of misschien iets aangepast moet worden. Ik sta hier met Leanne van Gaston Mercier. En ze gaat kijken of de zadels van mijn paarden nog goed liggen. En Leanne. Leanne! Ja, vertel! Wat ga jij doen? Ik ben hier vandaag om te kijken of de zadels van Jolanne nog steeds goed liggen op de paarden. Dus we gaan even checken. Kijken of alles nog goed is. Zo nodig, als er aanpassingen nodig zijn, dan kunnen we kijken wat we moeten doen. Baby Jai heeft geleerd om op de spoedsplaats te plassen. Dus Baby Jai heeft even zijn plasje voordat Leanne verder gaat met het zadel controleren. Even wachten dus. Zo, is het gelukt Baby Jai? Goed zo. Dat ja, knappe. Oh, je verwacht nu natuurlijk een voerbeloning. Ja, komt eraan. Nou, Baby Jai, gaat iemand anders jouw zadel opdoen? Ik doe nu eerst het zadel zonder dekje erop. Ah, ja. Om te kijken of die goed ligt. En daarna gaan we gewoon opzadelen met dekje. Wat vind jij ervan, Baby Jai? Ik had eigenlijk je mooie halster aan. Ik heb best een bijenhalster. Met vliegen ding. Maar ja. Ja, knap hoor. Hè? Heel knap, Baby Jai. Oh. En Leanne, hoe ligt het zadel? Het is, ja, is het helemaal perfect. Goed? Ja? Ja. Ik heb net gekeken dat de panelen nog mooi aansluiten. En die liggen mooi egaal op. Met gelijkmatige druk. Dus okay. Dat is goed. Nou, dat moeten we hebben. Ja. We zijn nu aan het kijken of het zadel ook goed ligt in beweging. Dus Jolanda is even aan het rijden. En dan kijken we of er beweging is in het zadel. Wanneer Jai aan het draven is bijvoorbeeld. Maar dat zit er niet. Dus dat is mooi. Wat we ook kunnen zien is dat Jai zijn schouder heel mooi vrij kan bewegen. Waardoor hij hele ruime bewegingen kan maken met dit zadel. En dat is natuurlijk wel heel fijn voor hem. Ook op den duur om geen slijtage bijvoorbeeld aan het schouderblad te krijgen. Hallo. Nou, Carletto krijgt zijn zadel op. Nou, dan doen we hetzelfde als bij Jai. Dan kijken we hoe de panelen liggen. Dat ziet er ook allemaal goed uit. Je kunt hier gewoon zien dat de panelen goed de lijn van het paard volgt. Dan kijken we hoe die hieronder aansluit. En dat is ook mooi. Carletto heeft een heel mooi turquoise dekje aan. Echt heel chic. Inclusief single. Hier ook geen zwaluwen die erop poepen? Nee. En er zijn helemaal geen zwaluwen. Dat is eigenlijk wel gek inderdaad. Ja, je zou toch verwachten dat ze hier ook zitten. Ja. En nog een snoepje. Zo.
weer. Hij kwelt minder dan Baby Jai. Die is echt heel erg klein. Meer pit erin hebben, ja. Als de paarden in de wei staan of zo, dan maakt hij zich wel wat mooier. Ja, dan moet hij indruk maken natuurlijk. Ja. Als mensen meer informatie willen over Gaston Messier, waar kunnen ze naartoe? Nou ja, als ze complete informatie willen over de zadels en alle accessoires die beschikbaar zijn, dan kunnen ze het beste op de website van Gaston Messier zelf gaan kijken. Die is in het Frans en in het Engels beschikbaar. En voor informatie over wat ik doe, welke tweedehands zadels ik op dit moment heb, dan is het makkelijkste om op LS Zadelservice te gaan kijken. Of Gaston Messier in Nederland, dan vind je me ook. We zijn onderweg naar België en ik ga hier een clinic geven op een witloze rijvereniging. Ik vind het een hele eer dat ze mij hebben gevraagd. Ik rij natuurlijk ook met een bit. En ik rij ook wel eens zonder bit. Maar toch ben ik gevraagd hiervoor, dus dat is wel leuk. Ik ben heel erg benieuwd. Hallo, we zijn aangekomen op de kliniek bij It's All About the Dream. Hè? Ja, maar we zijn nu veranderd van naam. We zijn nu Bitloze Rijvereniging België. Bitloze Rijvereniging België is het geworden. Ja, dat is wel wat makkelijker. Ja. Dan weet je ook meteen waar het mee te maken heeft. En jullie organiseren vaak dingen? Ja, wij organiseren vaak dingen. We zijn eigenlijk gestart met een benefiet voor enkele goede doelen. En toen hebben we ook een wedstrijd georganiseerd. En vandaar zijn we eigenlijk verder beginnen uitbouwen naar echt bitloze wedstrijden. Omdat de wedstrijd echt wel populair was. Dat we echt wel redelijk wat deelnemers hadden. Er was veel vraag naar, omdat je in België nog altijd niet bitloos kunt dressuur starten in de gewone... Nog steeds niet? Nee, nog steeds niet. Nou zeg, dat is toch wel onderhand. In Nederland kun je al tot de ZZ niet tegenwoordig. Nee, in België zelfs niet op het laagste niveau. Oké, okay, nou, dat ligt er een bit. Komt vast wel. Ja, hopelijk. We hopen daar zelf iets aan te veranderen. Zo, ik ben net klaar met het eerste groepje. Helemaal bitloos. Kijk. Ja, die knappert. Jullie hebben klikkertraining gehad. Vonden jullie het leuk? Ja, super. Dapper. Is er een hondje? Ik zie daar een hondje. Oh, die is er. Jeetje, ben je groot? We zijn weer onderweg naar huis. Als jullie ook een clinic van mij willen boeken, dan kun je mij schrijven op het e-mailadres hieronder, info@superguus.com. En dan stuur ik de informatie op. Dit was het einde van deze video. Als jullie hem leuk vonden, vergeet geen duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn kanaal. En dan kun je helemaal zien hoe ik ga verhuizen en de hele transitie naar... Het wordt een verrassing. Nou, tot de volgende keer. Doei doei!